Oké, voor de warming-up van vandaag voor deze monster mash is 3 rondes van 400 meter hardlopen. Oftewel, is gewoon lekker even een rondje rennen. Doe het gewoon ontspannen, zodat je gewoon even op gang komt. Vervolgens hebben we 15 air squats, 10 sit-ups, 5 push-ups. Dus op die manier kan je gewoon lekker warm worden. We krijgen het hardlopen, air squat. Gaan we dat breed staan, knieën draaien weer open. Het is dus gewoon door de benen heen buigen. En omhoog. Let er altijd op dat als je het doet, kom erachteren en dan recht naar beneden. En dan zitten we eigenlijk al in een goede positie voor hoe we de squat moeten uitvoeren. Vervolgens hebben we sit-up. Dus, als het komt, gaan we helemaal naar achteren en we raken weer voor bij de tenen aan. En tot slot hebben we dan push-up. Let erop bij sit-ups, niet je buik intrekken, altijd uitzetten, anders kan je ook weer je rugklachten weer versterken. En vanuit hier hebben we dus de push-up. Dus steeds netjes naar voren, helemaal de grond, helemaal uit. En je ziet dat ze ook een bepaalde mate van controle houden. Dus. Oké. Hey guys, voor de mobility. Wat ik wil dat jullie gaan doen. We hebben dus een calf stretch. Dat doen we 30 seconden links en 30 seconden rechts. Ga ervoor om even kuiten even los te maken. Voor we daadwerkelijk zo harder gaan lopen. Zet er gewoon op die manier wat spanning op. Daaruit gaan we naar quad stretch. Dus dat betekent dat we onze hak naar onze bil gaan trekken. En we willen dus ook de stretch op het bovenbeen voelen. En tot slot gaan we naar een downward dog. Oftewel, we maken een tipie van onszelf. Het kan helpen om het niet te makkelijk te hebben dat uit elkaar rekt. Vanuit deze positie arm is vast. Snel. Gaan we hier de hamstring stretch zoeken. En van daaruit, dat kan je niet doen. Yes, is goed. Ja? Van. Ja. Oké, sorry. Bloopers voor jullie hebben de express ingelaten, dus veel plezier. Oké. Voor het conditioning gedeelte van onze monster mashup hebben we 3 rondes van 1000 meter hardlopen en het tempo moet hard zijn. Dus probeer ook tegen je PR aan te lopen. Het moet wel zo zijn dat je het steeds weer opnieuw kan doen, maar je mag wat verlies hebben. Dus probeer ook hard om te pushen, zodat je lichaam daar ook moet werken. Je hebt dan na 1000 meter 3 minuten rust, waarbij we eigenlijk een actief herstel gaan doen. Waarbij we dus steeds een ronde gaan doen van 10 tot 20 push-ups, 20 tot 30 sit-ups en 30 tot 40 air squats. En dat we gewoon een beetje in beweging blijven, dus hoeft hier niet hard op te gaan. Het gaat er gewoon meer om dat we blijven bewegen, dat het bloed blijft doorgaan. In plaats van dat we ook volledig tot rust komen als we buiten zijn. Zijn eventueel sit-ups gewoon irritant om te doen omdat het daar te nat is of weet ik het allemaal wat. Kijk dan even of je iets van tuckjumps kan doen. Dan moet je niet zeuren. Je kan ook eventueel een plankje doen. Of wat Chantal zegt, je moet niet zeuren. Nou, ook een vriendelijke oplossing. Nou, om nog even kort over de oefeningen heen te gaan. Dit is een push-up. We gaan dus vanuit hier naar voren toe. En drukken hem weer op. Let er gewoon op dat je dus steeds met je borst naar de grond gaat. Je ziet Chantal bewust controle houdt over je rug. Dus probeer het op te blijven oefenen. Vandaaruit hebben we de sit-up. We hebben niks gestaan. Van een feest. Steeds weer van voor naar achteren. Probeer hier een rustig tempo. Dat je daar steeds gewoon doorwerkt. En van daaruit air squats. Yes. Easy does it. Dus. Oké. Voor onze monster mashup. Terwijl we hebben 3 uitdagende bots die we gewoon bij elkaar steken. Het begint met 100 dumbbell thrusters. Vervolgens ga je naar 100 devil presses. En aan het einde met 100 burpees. Oftewel, pittig, vervelend. Oftewel, leuk om te doen. Nu is het zo dat elke minuut die voorbij gaat. Dus als de klok dan weer op 01 staat. Of 02 of 03. Dus elk begin van een nieuwe minuut doe je 5 herhalingen van een andere oefening. Als je bij de thrusters bent, doe je 5 dumbbell snatches. Ben je bij de devil press, doe je 5 dumbbell front squat. Ben je bij de burpees, doe je 5 sit-ups. En op die manier zou je ook steeds wel door moeten blijven werken, want als je te veel rust, zou je nog steeds extra werk erbij krijgen. Nu, zijn de reps wat te veel of heb je zoiets van, god, dit vind ik wel veel te veel,
kan je altijd 75, 50, 25 van maken om op die manier te zorgen dat jij de juiste prikkel krijgt voor jezelf. Dus de uitdaging is om ergens tussen de 15, 25 minuten af te hebben, afhankelijk van wat je kiest. Dus probeer ook op die manier je werktijd te doen. Merk je dat je bijvoorbeeld al bij 10 minuten klaar bent met de rest, duur gewoon nog een ronde van wat je net hebt gedaan en dan zou je waarschijnlijk goed in richting zitten. Nu, voor de dumbbell thruster, je pakt de dumbbell op, we brengen hem naar de schouder, vandaar gaan we een squat uitvoeren en we drukken hem eigenlijk boven ons hoofd uit. Vandaar blijft de borst steeds op, knieën draaien open, probeer ook steeds op tijd te wisselen met dit soort bots. Dus steeds, elke 5 tot 8 herhalingen is het handig om te wisselen, afhankelijk van hoe zwaar je dumbbell is ook natuurlijk. Nou, dumbbell snatch die erbij hoort, laten we ook gelijk zien. Dus dat is steeds tussen de benen, door de knieën heen buigen, boven je hoofd. Je mag zelf weten of je daarbij wil wisselen van je hand of dat je gewoon één arm door doet. Nou, van daaruit gaan we naar een dumbbell devil press. Oftewel, dat is eigenlijk gewoon een burpee die overgaat in een soort van thruster. Dus we krijgen liggen, bijspringen en omhoog en krijgen we die ellende. Vervolgens, dumbbell op de schouder, gaan we die squat doen en dan krijgen we op die manier dat we hem door kunnen zetten. Dan, tot slot hebben we burpees. Dus steeds op de grond gaan liggen, bijspringen, omhoog springen. En dan wordt het gecombineerd steeds met 5 sit-ups elke minuut. Dus, dat zijn onze 6 oefeningen. Probeer zo snel mogelijk door de 3 oefeningen heen te komen, zodat je zo min mogelijk van het andere werk hoeft te doen. Dus, veel succes met deze mashup. En veel plezier.